Hallo dames en heren, welkom bij deze speciale vlog op El Rico Mania. En wat maakt deze vlog zo speciaal? Nou, wij zijn vandaag 1 jaar samen. Nee. Alleen, als je dat aan de titel hebt kunnen zeggen. Alleen gisteren hebben we even een beetje... De boel veranderd, want ja. Er zit een reden achter. Als jullie de vlogs van een paar keer terug hebben gezien, weten jullie dat ik over 8-9 weken ga ik een katje halen, Jackson. En omdat dit huis niet echt cat-ready is, omdat ik ook een konijn heb, moesten wat dingen veranderd worden. En ik heb het heel veel met mijn moeder erover gehad. En ik heb op een gegeven moment, was ik zo overstuurd dat ik niet meer wist wat ik moest doen. Dus heb ik een telefoonnummer gekregen van mijn moeder, of nee, van een vriendin van mijn moeder. Dus heb ik daar een beetje contact mee gehad. Heb mijn moeder gisteren gefacetimed. En toen zijn we gisteravond, want toen heeft ze een beetje uitgelegd van wat moet daar. En nou staat de woonkamer een beetje anders. Tada! De kooi van Luna die staat nu tegen de muur aan. De dressoir of de tv-kast is wel opgeschoven. Daar staat nu een stoel, wat ik in het begin nooit kwijt kon. Hier staat nu een stoel. Hier staat nu een andere stoel. En hierachter staat nu de bank. Want Hier stond in het begin de kooi van Luna. En daar staat nu de bank. En mijn vriendin die heeft gisteren echt iets geniaals op gehad. Het ziet er echt heel leuk uit. En dat is dit glas. Ja, daarover gesproken. En er zit Jokie in trouwens. Daarover gesproken. Ik had die wel al super lang zo'n glas. Want ik heb wel meerdere van dat soort glazen. En hij was toevallig gisteren op zijn werk. En ik was gisteren met zijn moeder naar het centrum. Dus ik dacht, vind ik al gelijk zo'n ding. Of ik zag zo'n ding. Ik dacht van, hij loopt er al zo lang naar te kijken. En hij nam toch nooit één mee. Ik dacht van, nou neem ik één mee. Ja, geniaal. Ja. En wij gaan nou even... In ieder geval, ik heb hier in mijn woonkamer nu wat meer ruimte. En Hierachter staan nog wat rotsen, maar dat komt binnenkort nog wel. Ik heb nog 8 weken de tijd om Jackson, totdat Jackson komt. Nou, en wij gaan nou even lekker eten en drinken en dan... Pokémon doen en dan vanmiddag moeten we even naar de leenbakker. En ik moet even naar de welkoop en naar de Jumbo. En tussendoor gaan we nog even wat cadeautjes openmaken. Ja, dat gaan we zo meteen doen. We gaan zo meteen. Ik ga eerst even ontbijten. Ja. Dan gaan we dan even Pokémon doen, want er zit een Pokémon. Want ik moet nog 1 uur wachten, dan heb ik mijn opdracht voltooid. En ik denk dat we ongeveer een uurtje of 12, want we lunchen toch nooit. Ik denk dat we dan gaan beginnen met de cadeautjes. Dus ik denk dat jullie dan rond 11 of 12 zien. Dus tot later. Ja. Hallo, daar zijn we dan weer. Hi. We zitten hier nog steeds op de bank. En we hebben de cadeautjes even opengemaakt. Ja, we hebben dat niet gefilmd, omdat ik dat even niet wilde hebben. Nee. Want keek hier zeg maar op, dus ik had al een beetje verwacht dat dan iets van ketting in zou zitten. En ik was in het begin niet heel enthousiast, totdat ik het zag. Ja, heb ik er net zelf bij gedaan. Maar gaat om het hangetje. Ik heb dus nu één met zijn naam. En ik heb één met haar naam. Dat was verdomme mijn idee, maar dan met een ring. Ja, jij wou met een ring. Niet heel enthousiast reageren, maar dit is dus met waar mijn naam in staat. Ja. Alleen ze hebben dus niet zo'n hangertje erbij gedaan en gelukkig had ik nog van oude ketting. Dat hangertje toch niet heel veel gebruik. Dus heb ik nu zelf een nieuw gedaan. Want het was namelijk echt super chic verpakt. Joh. Zo. Kost wat, heb je wat? Ik heb net de prijs gehoord, je wil niet weten. Nee. Kijk, want het is zo heel chic verpakt. En wat ik aan Ricardo heb gegeven. Waar ik overigens best fucking blij. Ik wist in het begin echt niet wat ik moest halen. Dus Yu-Gi-Oh! Mok. En dat had ik nog niet. Ik moest boven een bedrag uitkomen. Dus ik heb er nog Yu-Gi-Oh! Kaarten voor. Ja. 2 pakjes. Een paar van die kaarten had ik al. Maar dat geeft niks. Daar kun je niks aan doen. Maar die mok die vind ik echt super sick. Ik wist wel dat ik fan was van Yu-Gi-Oh! Ja, die mok heb ik niet. En ik heb hem toch gevraagd van, joh, wat vind je leuk? Want ik wist dat hij fan was van Yu-Gi-Oh! Maar wil jij dan ook accessoires daarvan hebben? Dus op een gegeven moment zag ik mokken. Liet ik 3 stuks zien. Daarvan heb ik 1 uitgekozen. En toen heeft hij dus nu een hele zieke Yu-Gi-Oh! Mok. Ja. Die had hij nog niet. En ik spaar hele leuke mokken. Glazen mokken. Ja, want deze had hij ook al. Ja, en die vind ik ook super sick. Ik heb daar ook wel een beetje een tik voor, hoor. Die vind ik ook echt super sick, die ananas. Want ik heb onder andere ook een Bastien Adriaan mok. Ja. We hebben natuurlijk nog niet alle cadeautjes... Nee, want ik heb namelijk 1 filterlaar besteld en dat is een... Nou, die van mij, ik had ook nog een cadeautje voor haar, een leuk hemdje en die is ook nog onderweg. Ja, met een geweldige tekst. Maar ik heb trouwens een superleuk kaartje en schat, moet jij even laten zien hoeveel tekst dat wel niet is. Ze heeft echt heel veel tekst, dat is gewoon niet normaal. Dit kaartje. Echt ook een heel mooi kaartje, ga ik ook zeker bewaren.
En ik had... check die tekst, dames en heren. Hier, het past amper op beeld, man. Check die tekst, alleen, ik kon echt heel moeilijk lezen. En hij moest huilen. Dus ik jullie ben... Ja, ik had het van jullie jammer dat het niet op zet staat, maar... Zo'n lap tekst. Ik ben een half uur mee bezig geweest. Ja, maar wat een lap tekst, man. Dat is toch ook echt... Dat is gewoon abnormaal. Laat mij gewoon. Ja, ik laat jou. Doe je ding. Ongelooflijk. Ja. Yep. Maar ja. Ik ben er ook één. En een stukje dat hij moest huilen is omdat ik er had neergezet van... Dat hij de naam beschermengeltje draagt en dat hij daar trots op moet zijn. Ja, ben ik ook zeker. Want voor de mensen die niet denken van, waarom is het beschermengeltje? Hij heeft me een keer gered van de dood. Het ging bij mij iets te ver uit de hand. Ja, dat kan een keer gebeuren natuurlijk. Maar, want ik heb namelijk, ik heb het even bijgepakt, dit voor ons besteld. Via AliExpress, dus dat is onderweg. King en Queen trui. Puur in zwart-rood, want ik weet dat zijn lievelingskleur... Zwart rood is en dat heeft hij bij mij dus ook gedaan, want hij is van goud en ik heb dus nu, en ik ben meer een zilver persoon. En hij heeft dus een zilver hangertje gedaan en ik heb dus, dat is best wel eng, dat wij dan een beetje op elkaar gelet hebben. Maar ik heb dus deze King & Queen trui besteld voor ons. En helaas is hij nog niet binnen, want ik had hem iets te laat besteld. En trouwens, ik zei je ook nog als tip, of als hint, van toen je die had besteld, zei ik nog van dat cadeautje wat ik voor jou heb, dat past er heel mooi bij. Ja. En ik zie toevallig dat mijn moeder net gereageerd heeft. Ze zegt van, oh, wel mooi. Want ik had namelijk die foto gemaakt van die hangertjes. Ze zegt van, net van Ricardo gekregen. En hij heeft gewoon mijn idee gejat, want ik wilde dat ook doen, maar dan met een ring. Ze zegt van, oh, wel mooi. Ja. Hij is gewoon mijn idee gejat. Maar je bent er wel blij mee. Rat. Maar je bent er wel blij mee. Ja. Ik ben er wel stil van, ja. Maar het was verdomme mijn idee. Ja, wie het eerst maalt, wie het eerst haalt. Nee, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Ja, dat bedoel ik. Het was verdomme mijn idee. En voor de rest gaan wij niet heel veel doen. We gaan even... Hij zal mij leren pokeren vandaag. Ja, dat ga ik ook nog doen. Want ik heb namelijk, ik kan de koffie er wel even bij pakken als ik daar ben. Ik blijf filmen. Ja, ik blijf wel filmen, joh. Hij heeft ook een beetje last van mijn arm, zie ik. Nou, dat is alleen ter ondersteuning, anders trilt het, gaat het beeld zo trillen. Oh, jeetje. Ja, die koffer is zwaar, hoor. Oh, damn. Dat is niet normaal. Ja. En ik zie die wel lekker op de bank, hoor. Oh, met dank aan mijn moeder, want die wilde deze weg doen. En daar zit een pokerzet in. Geniaal. Hij zit niet op slot, hè? Nee. Sleuteltje heb ik volgens mij niet eens bij me. Kijk maar, laat me een beetje zien als je met je camera eruit deze kant op. Een complete nieuwe set van poker. Hij is niet nieuw. Want de fiches die messen. Smallblind en dealer. Ja, nou wel. Maar dat geeft ook niks. Twee setjes met kaarten, sleuteltje. Ja, maar de koffer kan op slot. Deze. Oh, dat is een dealer. Waar had die weg? Ja, die zat hieronder. Oh, dan missen we alleen de small blind en de big blind. Hele leuke dobbelstenen. Ja. Ben je alleen geen niet idee. Nodig met poker? Tenminste, niet dat ik weet. Niet op maar de manier waarop ik het speel. Maar gewoon een compleet set met poker set. En mijn moeder die wilde dus deze weg doen. En die vroeg eerst aan mij van, oom, kun jij er wat mee? En ik dacht van, hé, hij speelt heel veel poker. Ik dacht van, weet je wat? Neem jij hem maar mee. Want dit was namelijk vorige week. Ja, vorige week zijn we naar mijn moeder gegaan. Ja, mijn moeder. Dus hij heeft nu een complete poker set. Die heel zwaar is. Ja, nice. Dus dat gaat hij mij leren. Ja, en voor de rest gaan we nog even lekker wat eten bestellen. Maar dat zien jullie straks wel. Ik ga sushi eten. Ja. En voor de rest gaan we misschien nog een beetje serie kijken, film kijken, weet ik veel. Even lachen. Oh ja. Even lachen. En voor de rest vermaken wij ons wel. Ja, want eigenlijk wilden we nog weg. Maar aan de andere kant zit ik er zo van... niet zoveel zin in eigenlijk. Maar we zien het nog wel. Ja, het zal vast allemaal wel goed komen. Ja. En dus we zien jullie later. Later. Hallo, daar ben ik dan even. Ik ben, zoals jullie kunnen zien, even in mijn eigen huis. Want ik moest even een kettingje ophalen. En ik denk, dan kan ik gelijk even mijn vogel Johnny verzorgen. En ik kom hier, hij heeft nog heel wat voer. Ik geef hem nog even wat extra zonnebloem binnen straks. Verse water even, want dat is ook bijna op. Hè? Ja.
Johnny is een knappe vogel. En ik denk, ik open gelijk even de brievenbus. Even kijken of ik nog wat in de brievenbus heb. En we hadden het vanmiddag al over toen wij de cadeautjes lieten zien die wij hebben gekregen. Want het is natuurlijk 14 mei. En we zijn natuurlijk een jaar samen. En haar tweede cadeautje heb ik ook binnen. Ze weet al wat het is. Dat was geen verrassing. Maar hij is wel binnen. Ik heb intussen ook even een ander shirtje aangedaan. Die had ik al in de kast. Maar ik denk, ik trek even een ander shirtje aan, want dat vind ik wel leuk. En ja, dan zie ik jullie later wel weer bij het avondeten, denk ik. Later! Hallo, daar zijn we dan weer. En het is tijd om te eten. Oh ja, ja. En ik moet nog even laten zien. Kijk, dit shirt is ook eindelijk binnen. Ik liet al zien dat ik het pakketje had bij mij thuis, dat liet ik dus al zien. Dit is binnen. Ja. En er is nog wat verder binnengekomen. Ik pak even de statief erbij. Zo'n Locario hoesje. Ja, mijn hoesje. Zo fucking blij mee. En besteld via Elliot. Om het goede nieuws voort. Ik heb door de coronavirus. Ik heb maanden geleden een eigen dartshirt laten ontwerpen door een dartwinkel. En ik heb er ontiegelijk heel veel mails achteraan moeten sturen. Om te vragen hoe het is, waar die blijft. En uiteindelijk heb ik vandaag van hun een mailtje teruggekregen. Dat morgen wordt die bezorgd. En dan kun je nagaan. We zijn vandaag 1 jaar samen. En ik wilde eigenlijk dat we vanavond ook gingen uit eten en zo. Maar door die hele corona gaat dat niet door. En op een gegeven moment. Ene pakketje komt binnen, een ander pakketje komt binnen. Zijn pakketje is eindelijk onderweg. Ja. En ja, dan moet op een gegeven moment. Wilden we dan toch gaan uit eten. Maar ja, door die hele corona gaat dat natuurlijk niet. Dus we hebben zelf wat eten bezorgd. We hebben zelf wat besteld. Hij heeft kip. Kip met fruitcocktails, die liggen nog en in de koelkast. Ik ben een sushi liefhebber, dus ik heb een heel bak met sushi op zijn kisten. Ja. En je hebt een bakje met Ben & Jerry ijs, ja, cookie dough. Ik heb 2 bakjes met fruitcocktail. We hebben een lekker koud colaatje erbij. En ik heb een koud biertje. En zij heeft een koud biertje. Dus hartstikke lekker. Wij gaan even lekker smikkelen en smullen. En ondertussen gaan wij even gestalkt kijken. Ja, even een serietje kijken. Hartstikke leuk. Met tv doet niet, dus vandaar dat we op... Op de telefoon. En daar is een statief ook handig voor. Dus... Reclame. En wij gaan lekker gestalkt terugkijken. Dat is een van onze lievelingsseries momenteel. Ja. Die we echt heel veel aan het kijken zijn. Dus, en ik zou zeggen van... Ik zie jullie straks wel weer terug. Oh. Reclame. Ga niet op... Ja. Ik zie jullie straks weer terug. Als wij een spelletje aan het doen zijn of zo. Of wat we dan ook gaan doen. Ja, wij gaan maar leren pokeren. Maar we gaan in ieder geval nu eerst lekker eten. Ik ga weer lekker sushi eten. Wij gaan even lekker smikkelen. Dus een kippie eten. Oh, lekker, lekker. Dus toch nog een leuke jas aan. Ja. Dus we zien jullie. Voor de mensen die aan het eten zijn, eet smakelijk. Eet smakelijk. En later. Later. Hallo dames en heren, we zijn alweer aangekomen bij het einde van de vlog. Zo zie je, dus liggen we weer op bed. Ja, wij zijn, ik heb mijn vriendin even leren pokeren. Daarna hebben we heel veel gestalkt gekeken. Ja, heel veel serie gekeken en wij gaan nou lekker slapen en dan... Ja, we waren bijna vergeten de vlog af te sluiten. Normaal gesproken heb ik even niet dat we in de slaapkamer vloggen, maar... Ja, dat is deze keer even niet anders. En dan gaan we verder serie kijken en dan gaan wij lekker slapen, want morgen moet ze vroeg opstaan. Morgen krijg ik om 10 uur op bezoek. Ja, dus ik zie jullie weer. Vond je dit een leuke vlog? Doe dan even een knalduimpje op deze video. En vergeet nog niet te abonneren als je dat nog niet gedaan hebt. En ik zie jou weer terug bij een gloednieuwe video op Ricomania. En hopelijk vonden jullie dit een hele leuke video. Mazzel! Doei!